welkom. We nemen een duik in de schatkamer. We moeten wel even een stukje lopen. Ga naar de schatkamer. Dat hoef ik niet te zeggen. Freddy Heineken. Een van mijn favoriete Amsterdammers. Freddy Heineken. Freddy heeft gecheckt. Ik heb Bob de Brouw. Dit is een brief uit een paar honderd jaar geleden dat Gerard Heineken brouwerij de Hooiberg koopt. En dat is het begin van het Heineken-concern. Ja. Als straf leggen de Duitsers de brandstof- en voedsellevering stil. Dit is echt, nou, ik ga het niet voorlezen, maar dit gaat over dijkenonderhoud. Oh, dit is nog voor de uitvinding van de kolom. Van wat? Van de? De kolom, zeg maar. Inderdaad, ze beschreven van het begin tot het eind. Nee, dat klopt, dat klopt wel. Het lijkt wel een beetje HTML. Ja, dat weet je, als nerd zijnde. Doden. Ja? Dat is verkeerd geschreven, dat is met één oog. Hier heeft Anne Frank, je kent haar wel, heeft aangifte gedaan dat de fiets gestolen was. Hier, 12 jaar, Anne Frank. Maar de 45 gulden. Dat is best duur. En hier is dan de Roxy geweest. Maar precies hier. Geen goud. Ze hadden toen ook wel chimpansees. Ik zie hier goud. Eindelijk. Ik zie vooral diepte en sepia. Ja, sepia tonen. En ik ruik modderbal. Ik kan veel terugvinden. Zeker, shit is hard. En er komen nog heel veel meer harde dingen aan. Ja, en er is die ook staan in dit boekje. Kan je ook hier halen. Dus, en het is zeker de moeite waard.